Heel veel modellen in de 19e eeuwse schilderkunst zijn anoniem gebleven. En daarom is het juist zo bijzonder dat bijna iedereen wel de naam weet van het meisje dat poseerde voor de kimono-schilderijen. Geesje Kwak. Meestal schilderde Breitner van die bonkige, donkere vrouwen waarvan je ook echt kon zien dat ze een zwaar leven hadden gehad. Geesje was op het moment van de ontmoeting met Breitner 16 jaar. En dat zie je heel goed op foto's die hij van haar maakte in de tuin, achter zijn atelier in de Lauriergracht. Dan zie je echt een jong, vrolijk meisje in een mooie mantel met een hoedje op. De andere keer staat zij aan profiel. Ze heeft een heel schattig dopneusje en een beetje grote oren. En eigenlijk op het eerste gezicht een doodnormale tiener. Maar dat verandert op het moment dat Breitner haar een kimono aantrekt. Dan zie je ineens een volleerd model verschijnen die compleet ontspannen poseert in zijn atelier. Een model verdiende een paar gulden per zitting. 1, 2, 3 gulden. En dat was natuurlijk een hele mooie bijkomstige verdienste voor Geesje, die werkte in een naaiatelier. De samenwerking tussen Breitner en Geesje heeft ongeveer 2 jaar geduurd. In juli 1895 emigreerde zij naar Zuid-Afrika met haar oudere zus Niesje. Geesje heeft niet lang mogen leven in Zuid-Afrika. Want in 1899, ze was toen pas 22 jaar, overleed zij aan TBC. En dat is een heel kort, tragisch leven van iemand die toch een hele belangrijke plaats in de Nederlandse kunstgeschiedenis heeft weten te verwerven.